Leeman kiest toch weer zeg maar, de hoek die hij ook koos bij de eerste vrije trap van Hooijdonk. Het levert natuurlijk opnieuw de ruimte op voor Van Hooijdonk om die bal bij de eerste paal te krullen. Bovendien staat Leeman een meter of twee voor zijn doel. Daar komt Van Hooijdonk, gaat die bal en hij zit erin. Hij scoort er weer. Pierre Van Hooijdonk na 39 minuten voetbal. Zijn tweede van de wedstrijd. De eerste is een penalty, de tweede de vrije trap. En Feyenoord vaart richting de UEFA Cup. Thomas Sonja! Thomas Sonja! Thomas Sonja! Wat een geweldig moment voor de Deen. Jon Daan Thomasson, volgend jaar bij AC Milan spelen. Hier vaak toch niet. En dan is de cup in Nederland voor Feyenoord met Paul Bosveld. Het moment, het grote moment. Een Nederlandse club met een Europa Cup. De UEFA Cup voor Feyenoord. En kijk eens naar die gezichten. Kijk eens naar die vreugde. Kijk eens naar die extase. Geweldig om te zien. Een superfeest hier in de Kuip.